Dit is Lydia van der Meer van Drylts. Een Ierlien verhuisde ze naar Hilversum om haar bascarrière een boost te gaan. In Utegein zette ze op 26 december 2006 haar eerste filmpje op YouTube. Het was echt een grapje eigenlijk, zo was het bedoeld. En kijk je de volgende dag op YouTube. Ik had het dus op YouTube gezet. En dan kijk je 10 kijkers en dan denk je, goh, wie zouden dat zijn? Leuk, wie hebben gekeken? En de volgende dag 15. En dat ging heel langzaam. Op een gegeven moment ging hij van 30 naar 300. En toen heb ik een vriend van mij gemaild die heel veel verstand heeft van de YouTube dingen. Van, je kan toch niet van 30 naar 300 gaan? Wat is dat? En toen zei hij, ja, het zou kunnen dat het zo is. En toen ging je echt van 300 naar 1000. Het is echt een sneeuwbaleffect. Mijn hele leven is een drama. Hoe zal ik beginnen? De rust is met mijn pa en mama, mijn broer en mijn vrienden. Ze zeiden dingen die ik helemaal niet verdiende. Wat willen ze met dat gedoe? Mijn hart is stukken verslinden. Dit is Alex Karkhanian, alias rapper en producer Solo van het Jernvingen. Op zijn 14e vlechtte hij Marshen Heidt van Armenië naar Nederland. En ook hij zette een Ierlien zijn eerste videoclip op YouTube. Edit 23 december 2006. Hij staat nu een jaar op. Dus hij is in een jaar 50.000 keer bekeken. En ga maar na. Ja, het kan meer natuurlijk. Maar... ja, het kan meer. Want Eltsen in de kindverhaal van Esmée Denters wol. Dat famke dat van haar webcam vers gezien zong van YouTube. In nota aan wie is bekend. Ze tekende een groot platencontract bij Justin Timberlake. Ze ziet bij Oprah Winfrey in de show en ze had nu miljoenen fans. I am standing here today because of them. Yes. And I don't know how to thank them, but I'll keep on doing the YouTube thing because that's how I started. And that's my thing. So. Maar wat doen de Friese muzikanten nou krijgt met YouTube en wat levert het haar dan op? Lydia is 36 en had al een behoorlijke carrière als bassiste efter de reg. Zo speelden ze onder andere in januari met Candy Dover. En ze is de bassiste van de musical Hair. Het 12e filmpje wat ze op YouTube zetten is nu haast 200.000 keer bezien. En het leverde echt meteen wat op. Deze bas heb ik gekregen. Okay. Die mag je wel even heel mooi filmen. Van wie had je die gekregen? Van een man uit Amerika, Michael. Die reageerde heel enthousiast op mijn filmpje. En die ging met mij over en weer mailen van wat voor geluid hou je van, wie zijn je voorbeelden, dat soort dingen. En ja, toen zei hij, wil je een Fender? Ik zei, ja, een Fender is mijn droombas, maar... ja, dat kan ik niet aannemen. Hij zei, ja, ik kan hem sturen. Ik zei, dat kan ik gewoon niet aannemen. En dat heeft hij toch gedaan. En hier praten ze dus over mij. She's got a new one, fellas. Ik krijg gemiddeld zo'n 100 mailtjes per dag. Ik ben er sowieso een uur mee zoet. Per dag. Dat wordt mijn nieuwe dagtaak. Een week geleden... toen kreeg ik een mailtje van David Heyns. En David Heyns is de drummer van Chaka Kaan. En van Prince. En van Frank McComb. Al mijn helden eigenlijk. En hij mailde van... ik zoek een bassist voor de Frankfurter Muziekmessen. 12 tot en met 15 maart. In Frankfurt dus. En ik zoek een bassist. Hier is mijn nummer. En bel me maar. Ik heb hem gebeld. Met een kloppend hart. En hij was super aardig en ja, ik vond het geweldig. Mr. Heyns, you believe that Lydia can be a very big star right now in the States? Absolutely, it's just a matter of her meeting the right people. I feel like right now she could get one of these big pop gigs. The thing about YouTube is it's self-promotion. In the past, people would have to wait in order for a record company or a promoter or manager to get connections for the artist. Where now it's not like that. A person can just right away show what they can do. Although there's a lot of mess on there too. I hate her. Nou, daar gaan we al. Er zijn ook comments van nice boobs. Nou, ja, die haal ik weg, die blokkeer ik. Ja. Vandaag mogen jullie een kleine previewtje horen en meemaken hoe het hier in de studio gaat. Je weet toch. Fjouwer hier is rapper Solo noodwanen met hip-hop. Kwartlien tekende hij een platencontract bij het label Most Wanted International. Hij had wraadwiet een soort Armeense fans. Oh ja, hier, ja, hier staat Turk voor lijf achter je computer. Dadelijk maak ik je leven kapot. Ja, ik bedoel, ja. Dat raakt jou niet? Nee, ik bedoel, ja, dat slaat gewoon nergens op. Ja, in het begin reageerde ik altijd op die commentaren en zo. Slechte dingen, zei ik, ja, waarom zeg je dat, dit en dat, weet je. Maar nu is het gewoon, ik reageer helemaal niet meer op die slechte dingen. Want met dit vak, vooral als je een beetje succes gaat krijgen, krijgen ook heel veel haters mee. Dus die zijn van harte welkom. Hoe meer haters, hoe meer fans, zeg ik altijd. Maar hoe succesvol ben je nou eigenlijk als je filmpje 50.000 keer is bekeken? Is er een kans dat je doorbreekt of zo? Kijk, iedereen kent Campy natuurlijk.